De Stichting Afri Diaspora Suriname Nederland heeft in samenwerking met stichtingen Grani, Comité Boni en Groei en Welvaart Suriname op de Kalerschool de laatste sessie gehouden over de geschiedenis van het slavernijverleden. Nicole Jonatas, waarnemend directeur van de Kalerschool, vindt het een geweldig initiatief van de organisaties dat de leerlingen vanuit een andere invalshoek leren over het slavernijverleden. Omdat de kinderen geleerd worden naar zichzelf te kijken. Wie ben ik, van waar kom ik en wat heb ik in me. In de vorige sessies is het naar buiten gekomen dat ze talent hebben als Afro-Surinamer. Daar gaat het vooral om. En dat we ze bewust moeten maken dat ook de Afro-Surinamers zich moeten gaan upgraden. Ja, dus het is een goed initiatief van ze. En we staan open natuurlijk om ook hun op een andere manier kennis te maken met hun geschiedenis vooral. Niet alleen kinderen van Afro-Surinaamse afkomst volgen de lessen, zegt het waarnemend schoolhoofd. Volgens Raymond Ramkissoen, voorzitter van Stichting Afri Diaspora Suriname Nederland, is de Kalerschool een van de eerste scholen waar de stichting de sessie heeft gedraaid. Ik moest even met het ministerie van Onderwijs contact maken. Dat is dan gebeurd. Zodoende zijn we op de Kalerschool. Maar we gaan verder met de Kalerschool in de toekomst. En met de sessies gaan we ook naar andere scholen, hopen we. In samenwerking met het ministerie van Onderwijs. Dus zodoende zijn we bij de Kalerschool gekomen. En het doel is om ook in feite alle scholen in Suriname te benaderen en dat we dan eigenlijk komen tot een heel boekwerk. We hebben een ander bedrijf, een stichting Groei en Welvaart Suriname. En daar zijn de mensen reeds bezig met het schrijven van leer- en werkprogramma's. Dus dit sluit er prima op aan. En we hopen dat we de gelegenheid krijgen om meerdere scholen te benaderen. Aldus Raymond Ramkissoen Singh, hij is voorzitter van de stichting Afri Diaspora Suriname Nederland. De stichting is zeer tevreden over de gehouden sessies en is ook trots op de participatie van de kinderen en de leerkrachten in dit proces.